Een goed ingestelde werkplek is belangrijk voor een gezonde werkhouding. Zo kunt u optimaal ondersteund op een ontspannen wijze uw werk doen. Let wel op dat er voldoende afwisseling in de dag zit. Na elk half uur even uit de stoel gaan is daarbij een prima vuistregel. Bij het werken achter een beeldscherm is een goed ondersteunde basishouding het uitgangspunt. Door de stoel dynamisch te gebruiken, blijft de stoel u goed ondersteunen bij verschillende taken. De zitting ondersteunt het zitvlak en de bovenbenen gelijkmatig en er is voldoende ruimte voor de onderbenen. De zitting van de stoel staat daarbij licht achterover en de rugleuning is goed aangesloten. Zo kunt u de rugsteun daadwerkelijk gebruiken zonder uit de stoel te schuiven. De steun in de onderrug is de basis voor een gezonde positie van uw rug. De armsteunen zorgen voor ontspanning van de spieren in nek, schouders en armen. Het werkblad staat op de hoogte van de armsteun. Het is als het ware een verlenging van de stoel geworden. Alle middelen, zoals beeldscherm, toetsenbord en muis, zijn opgesteld voor een comfortabele kijkrichting en bediening. Let dus op de volgende twee punten als u gezond wilt zitten. Kies voor een goede ondersteunde basishouding bij het werken achter een beeldscherm. Zorg ervoor dat u niet te lang blijft zitten. Tenminste, elk half uur even opstaan is aan te bevelen. Kortom, goed zitten als het moet en bewegen als het kan.